Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. We gaan het allerlaatste level doen, daar moeten we 90 coins voor hebben. We hebben alles al 140, dus dat gaat helemaal goed komen. Nu is de bedoeling dat we dit level dus alle drie die coins wel even gaan fixen, want dan hebben we in ieder geval dit helemaal gefixt. Ik weet eigenlijk niet of er coins in... Ja, er zitten 3 coins in dit level. Belangrijk om ons daar heel eventjes op te gaan focussen. Ik hoop dat we snel een item krijgen, zodat we ook meteen dit plaatje kunnen behouden. Kut. Oh. Kut. Nee. Oké. Ik denk zomaar dat... Waarom wil nou niks? Nee, het is niet, ook nog eens voor niks ook. Nou, dat wordt weer een feest. Oeh, ik zie wel een coin. Oeh, het gaat ook heel goed met de levenscirkel. Oh. Ja, zat er wel in. Ik ga eventjes zorgen dat ik genoeg blaadjes heb. Genoeg tanuki suits. Want we hebben die tanuki suits echt nodig. Zeker op tent, maar ik denk dat het ook geen kwaad kan om een level te halen om tanuki suits te hebben. Al ga ik sowieso de eerste tanuki suit kwijtraken, want dat met die coin pakken in het midden daar is pittig. Het is natuurlijk niet het, voor niks het laatste officiële level, zeg maar, zonder de bonus levels. Dus mag ook best wel een beetje hard zijn. En dat die jumpknoppen bijvoorbeeld niet doet, daar kan ik dan zo slecht tegen. Dat gebeurt nu ook en nu staat er niks op het spel, maar het is gewoon fucking irritant. Moet allemaal gewoon werken, toch? Huts! Ik ben even 2 blaadjes gehaald. Wow! Oh, zie je? Nou, dat ging lekker snel, hè? Godverdomme. En gelukkig heb ik er nu 1 in de bag. Dit is ook positief. Ik zie daar een coin. Ik hoop eigenlijk wel zo'n boomerang van te krijgen. Ja, kijk, die bedoelde ik. Kut! Bijna hoe ik het wou. Oké. Maar deze is te doen. Kijk, ik ga nu meteen omhoog en ik moet gewoon die hamerbroos verslaan. En dan lukt het als niet
een boomerang met korpers krijgen, zoals net. Bijna weer geraakt, hè, door zo'n bitch. Oké. Let's go. Oh jee. Daar is de laatste. Oh jee. Daar heb je B.A.L.S.R. Ik ben boos, want ik ben Bowser. Oh, je bent one hit kill. Oeps, dat had ik even niet bedacht. Oh, dat wordt nog best lastig, denk ik. Ik durf met Tanuki daar niet voor te gaan gebruiken, namelijk. Je krijgt elke keer die cutscene, dat is irritant. Moet ik het risico nemen en de Tanuki erbij pakken? Oeps. Ja, Bowser, we weten dat je het meedoet. Kut, die had ik even niet aan zien komen. Let op. Oh, tyfuszooi, dat is zo kut dat ik geen snelknop heb voor dat onderste scherm. Oeh, dan ging het bijna weer fout, hè? Ja, ik krijg een cutscene weer. Letterlijk en figuurlijk. Oké, maar dit kan toch niet het allerlaatste level zijn? Er moet nog iets komen.
toch wel? Hier komt het echt de laatste level zeker. Dit is een bordje van Peach. Mario. Oh no. What the fuck? Ik kan vliegen. Mamma mia. Kijk, dit is mooi. Nou, deze hebben we gehaald en nu komen alle bonus levels waarschijnlijk tevoorschijn. Oh nee, er is nog een rest. Dat was het. Er is nog een rest van World 8. Dat was het, ja. Dit waren geen leuke levels, dat weet ik ook nog. Vroeg me af of er misschien een coin mee te halen was als ik dat ding helemaal dik had. Maar dat viel vies tegen. Dus daar wel een coin zo te zien. Dat is grappig gemaakt. Ja. We hebben alle drie coins. Nou, we hebben in ieder geval 100% inkt. Leuk level.
Oh, dat was maar één level ertussen. Oh. Valt mee. Hopen dat we op een of andere manier het blaadje kunnen houden. Dus dat we meteen een power-up krijgen in het begin. Zitten op een skelet en we zitten ook in achtbaan. Skeletten achtbaan. Skeletten achtbaan. En wie denkt dat we niet in skeletten achtbaan zitten, die is Kieren Wiet. Ik wil zeggen dat dit level best moeilijk is. Bam, bam, bam. Dit wordt echt pittig. Mag ook wel voor een laatste level natuurlijk, maar toch. Probeer die dan te outrunnen, maar dat is helemaal niet handig. Hoe? Hoe? Hoe moet dit? Oh, ik heb zo geen zin in dit level. Voor die coin moet je gewoon een leven opofferen. Het begin mag wel wat sneller, dit is veel te lang. Hier, dit stukje, dan denk je van kom op. Hoe ontwijk ik dat? Echt. Oh, hier moest ik ook heen. Dat is wel heel goed om te weten voor de volgende keer. Hier is ook nog een coin zo te zien. Oké. Okay. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep.
Ziggy Zaggy. Kut. Oh, die zit echt... Ik zag hem de hele tijd en ik focuste er ook op, maar... Nu moeten we de level af opnemen. Dat is wel leuk. Mario! Mario! Bowser gaat er. Als dit de final battle was, dan is het niet zo moeilijk. Ik denk zomaar dat het niet was. Jammer dat ik die ene coin gemist heb. Daarvoor moet ik dan helemaal opnieuw in straks. Ja, hoe kon ik daar wat aan doen? Dat was oneerlijk. Daar kon ik gewoon helemaal niks aan doen. Was ik heel dicht bij het einde. Wat moet ik nou allemaal opnieuw? Oh, dat valt mee. Deze aflevering duurt al best lang, dus ik zit te denken als ik nou nog een keer game over ga, dat ik hem dan gewoon eventjes de aflevering beëindig en dat we gewoon de volgende aflevering van het hele level opnieuw proberen. Met alle coins erbij. Oh. Een beetje te slapen, ja, dit is goed.
Laten we dit de volgende aflevering weer gaan doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos!